Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Shamrock Valley. Vandaag gaan wij, dit veld moet in ieder geval ingezaaid worden en het wol van de schapen moet ook weg. Want die zijn hartstikke vol, dan kunnen we een klein beetje geld verdienen. En misschien als we wat geld hebben, dat we nog een nieuw veld kunnen maken. Kunnen kopen. Ik heb geen fabriekjes momenteel. Maar ik kan even kijken of ik iets kan toevoegen. Als we geen veld kunnen doen. Dat we toch eventjes kunnen kijken voor bijvoorbeeld een kas of een... Noem maar op. Dus dan gaan we zelf zien. Want we hebben 31 schapen en 31 koeien. Dus op zich misschien dat we wel wat naar de slachterij kunnen brengen. Moet alleen even kijken waar we dat eigenlijk neer kunnen zetten. Want het is nogal erg lastig, zeg maar. Goed. We gaan eerst aan het werk zetten. Zaaien F3. Route begint bij de volgende markering. Dat is inderdaad hier. En dan mag hij eigenlijk gewoon beginnen. En dat duurt nog 10 minuten als hij bezig is. Dus, nou goed, mooi. Dan moeten we de deurs hebben. Met die trailer. We hebben volgens mij geen palletvork. Dus doe het maar even hiermee. Hoort eigenlijk niet, maar goed. Laden we het hierop en gaan we kijken hoe wij het veld kunnen gaan... Of het wol kunnen gaan verkopen. Ja, misschien dat ik toch een keertje moet kijken naar een andere trekker. Want ja, dit is een hele mooie trekker, alleen het ziet er niet uit. Want hoeveel pk heeft dit ding die we nou hebben? 160 pk. Kijk, als we een trekker bijvoorbeeld tegenkomen, een 6-serie of zo, als ik die ergens kan vinden op internet, dan we die even inwisselen voor deze trekker. Want ja, dit is een mooie trekker, alleen die lak die... Ik weet niet wat daarmee is, want de trekker is niet smerig. Ik kan hem ook niet onderhouden. Dat klopt iets niet met deze trekker. Dus eigenlijk moet ik deze trekker even wegdoen. En een andere trekker ervoor terug hebben. Dus we moeten eventjes... Work mode Z is... Mission pallets. Ja, dan drukken we op U. Dan kunnen we hem afkoppelen en dan kunnen wij het... kunnen wij de pallets hier uithalen. Ze zitten niet allemaal vol, maar... Nou, het levert wel weer lekker wat geld op. Tenminste, als het goed is levert het wat geld op. Hoop ik. Gewoon met een prikvork zitten we gewoon pallets op te laden. Het kan allemaal. Doet hij het niet? Maar maakt ook niet uit. We kunnen ze zelf ook wel rillen. Het zijn maar 4 pallets, hè. Dus ik kan ze zelf ook wel neerzetten. Dat wil niet heel netjes staan. Schaap, je staat in de weg. Gisteren hebben we natuurlijk gekeken naar een map review. Ja, ik weet niet wat ik van die map moet vinden. Ik mis de sfeer in die map ofzo. Ik mis een beetje de sfeer. En dat is toch wel jammer. Laten we heel eventjes deze goed neerzetten met een handje. Zo. Dan kunnen we deze ervoor neerzetten. Nou, we zitten niet helemaal goed op, zie ik. En nu wel, dank u. Ik heb een beetje apart geparkeerd. Ik heb te weinig draairuimte eigenlijk. Nou ja, als je er maar op staat, toch? Loslaten. Zo. Die staat erop. Die andere twee nog eventjes. En dan gaan we even kijken waar we de pallets kunnen gaan verkopen. Maar het is al lang geleden dat ik wol heb verkocht. De laatste keer was volgens mij in Zweistenhof, volgens mij, of niet? Och, dit heb ik ook weer zo goed vast, jongens. Fantastisch. Hoppakee. En dan hebben we alleen die andere nog. Waar zit het prikmechanisme? Verder naar beneden. Ho! Mooie flip wel. Oh, verdomme. Ja, die was wel netjes. Ja, er was niks mis meer. Nou. Goed, dan moet ik het even anders doen. Want die zit natuurlijk helemaal vast. Moet ik deze maar even met handje doen. Zet ik deze ook even zo neer. Even een keer. Vastzetten, die kring. Ho. Halen we de trekker op en dan gaan we even kijken waar we die pallets kunnen gaan verkopen. Nou, zo'n mooie flip hebben jullie nog nooit gezien.
Even kijken. Vol. Waar kunnen we dat verkopen? 2000 euro bij de spinnerij. Waar is denn de spinnerij? Oh, daar maar, wolf. Dat is wel een stukje ring. Maar dat maakt niet uit. Het levert wel lekker wat geld op. Dus op weg die kant op. Helemaal naar beneden van de map. Koersprijs is ook nog bezig. Dan kunnen we lekker wat geld verdienen. En dan denk ik dat ik zo meteen even de slachterij aan ga zetten. Dat we bezig gaan met de slachterij. Nou, we zijn er bijna. Schilder is trekker 50 km per uur heet. Dat is toch allemaal net wat makkelijker. En dan moeten we hier naartoe. Dan moeten we zo meteen naar rechts. En als het goed is, kunnen we daar het wol verkopen. Hier naar rechts. Spinnerij, dat is hier. Even goed gaan draaien. Zo. Gisteravond, zaterdagavond, heb ik ook weer gezellig Euro Truck Simulator 2 Multiplayer gedaan. Bijna 5 uur lang live geweest, dus het was echt heel gezellig. Dus wil je de volgende keer meedoen, dat kan. Maar dan moet je alleen even naar Twitch komen. 8000 euro. Nou, is toch wel weer netjes. 8000 euro. Maar ja, we hebben dus Euro Truck Simulator in Multiplayer gedaan. Hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Dus mocht je daar ook een keertje mee willen rijden, dan kom naar twitch.tv/bluggergames. Zaterdagavond stream ik ETS 2 MP. En dat is een goede gezellig. Wat is die sondeer aan het doen? Ja, rust wel sneller hoor. Nou, maakt niet uit. Let's go, terug naar de boerderij. En dan ga ik even die slachterij aanzetten. Dan ga ik ook even kijken of we misschien een veld kunnen gaan kopen. We kunnen natuurlijk ook een klein grasveld gaan kopen. En daar dat gaan ploegen en daar een normaal veld van maken. Dat kan natuurlijk ook. Die grasvelden zijn misschien niet zo heel duur. Goed, ik heb even een veld verkocht. We hadden namelijk ook nog veld 18 hier rechts van ons. Die heb ik eventjes verkocht. Want ja, we kunnen... eigenlijk is dat veld misschien net weer iets te klein. Alhoewel, het was een leuk veld geweest. Nou ja, maakt ook niet uit. Maar bijvoorbeeld veld 37 of misschien veld 5 hier rechts van ons. Want er zit wel heel veel heuvels en zo in. En we gaan zo wel even kijken. We rijden even naar huis. Gaan even kijken of we misschien een veld kunnen kopen. Zo niet. Kunnen wij gewoon in principe de slachterij aanzetten. En dan moeten we die ook nog eventjes ergens neerzetten. Alleen waar? Geen idee. Eigenlijk zou die een beetje daar naartoe moeten. Maar misschien dat er genoeg plek is om hem op de placeable area te zetten. Waar we de aardappelwassers en zo hebben staan. Want ik weet niet precies hoe groot die slachterij is. We moeten natuurlijk wel een mooi plekje hebben waar we die slachterij kunnen neerzetten natuurlijk. En deze map is nog een beetje heuvelachtig. Dus dat kan nog wel eens een beetje lastig zijn. Om een goede plek te vinden. Kijk, want de placeable area die is in principe groot zat. Alleen ik weet niet of die groot genoeg is om een slachterij neer te zetten. Ik denk het haast wel. Daar achterin. Maar daar komen we zo meteen achter. Want ik wil eerst even wachten totdat de... Wacht, laat deze even hier neerzetten. Ik wil eerst even wachten totdat de sondeer klaar is. Anders moeten we die weer opnieuw aanzetten. Dus daar wachten we eerst eventjes op. Dan zet ik de slachterij eventjes aan. Die kun je gewoon op internet zoeken. Slaughterhouse. S-L-A-U-G-T-H-E-R. Slaughterhouse. En dan H-O. Of H-A-U-S. Slaughterhouse. Slachthuis. Global Company. En dan staat hij wel op internet. Dat kun je hem zo vinden. Dan kan iedereen het doen mocht je dat willen. Goed, nou is de kwestie van wachten op de Johnny. Kijken of wij misschien kunnen gaan repareren. Nou, en misschien dat we wel een deze trekker ga vervangen zometeen. Hij moet op 2 minuten. Nou, dan wachten we eventjes op. Alright, zo, even na een lange zoektocht gedaan. Heb ik laatst geen andere zesjeren kunnen vinden. Die waren allemaal voor F17. Want deze trekker die we nu hebben is 660 pk. Kijk, als wij een nieuwe service hier, die we ook in de buy-in hebben. Als we de goedkoopste hebben, dan zitten we op 224 pk. Dat is veel te veel. Dat,
Nee, dat gaat hem niet worden. Dat wordt veel te veel. Maar ik heb hier ook nog. Nou, de Dirt's M26 hebben we momenteel. Maar ik heb ook nog een Dirt's 5-serie. Dan gaan we wel een beetje achteruit qua pk's. Dan zitten we op 127, geloof ik. Ja. Yeah. Het is een kleine trekketje, maar ja, ik denk dat we toch deze gaan doen. Wielconfiguratie. Ja, brede banden, denk ik. Brede banden is wel geinig. Voorlader optie moeten we hebben, want we hebben natuurlijk nu mogelijk ook een voorlader. Waarom dit een rare kleur is, weet ik niet. Het zal wel niet helemaal kloppen, denk ik. Dat is een beetje jammer. Maar goed, het is niet anders. En dan wil ik eigenlijk nog, ja, de TI heb je dan nog. En een sport TI, maar we doen wel de super TI. Dan kopen we deze eventjes. Dan doen we deze even weg. En we hebben dus nu, ik heb de salade factory, et cetera, heb ik nu gedaan. Ik heb de meat factory heb ik aangezet, dus moet even kijken hoe groot die dingen zijn. Dan doen we deze trek eventjes weg. Maar het is niks mis mee met deze trekker. Alleen, ja, die lak die klopt gewoon niet. Dat werkt, ja, weet ik niet. Dat hoort niet zo, zeg maar. Ik hoop dat we hier nog wel lekker wat geld voor kunnen krijgen. Dus leggen we hier in. Hop. Ja. 91.000 euro. We hebben nu gerepareerd. Kijk, dan is hij wel weer terug. Maar goed. 91.000 euro. We zijn toch wel geld verloren, maar dat maakt niet uit. Dan hebben we nu een Dirt's 5 serie. Dat is een mooi klein trekkertje. Ook misschien wel net ietsjes makkelijker. En dan is het dus nu een kwestie van even kijken hoe groot die fabrieken zijn. Ik vind alleen jammer waarom dat nou zo. Oh, dat is een taxifout of ik weet het niet. Maar dan doen we het verloren met deze trekker. Zolang de serie nog loopt, hebben we dus deze trekker met voorladen. Deze rijdt ook 10 kilometer langzamer. Maar goed, maakt niet uit. Zo. Nou, dan hebben we gewoon een... alleen, ja, er beweegt niks in de cabine. Dat is wel een beetje jammer, maar goed. Even kijken. Want we hebben de globale company. We hebben de Vineyard... Factory, dan moeten we eventjes, laten we even $200 erbij doen. We hebben 114, laten we zeggen 114.000. We hebben 200 erbij. Ik wil even kijken hoe groot die zijn, anders kunnen we die niet kopen namelijk. We hebben de salade factory. Nou, dat is ook een kast zoals je kunt zien. Waterbloem, plant factory hebben we nog, die is ook niet zo groot. De meat factory is niet voldoende geld, daar moeten we nog meer geld voor hebben. En de rest... Ja, dus daar doen we nog een keertje 200. Dan hebben we nu genoeg voor de meat factory. Volgens mij is die moker groot. Of het valt nog mee, ik weet het niet. Oh! Ja, die is wel groot, ja. Oh, verdomme. Maar ouwe, waar moet ik deze neerzetten? Dat wil toch niet? Waar moet ik die neerzetten? En als ik hem ergens neerzet, dan is het hele... Ja. Ik ben bang dat, het slachthuis helaas niet gaat werken. En die is veel te groot. Ja, dat is wel een beetje... beetje jammer. Eigenlijk. Maar wat we wel kunnen doen, is bijvoorbeeld een meloenen factory. Kunnen we daar neerzetten. Een paar kastjes neerzetten. Dat is misschien wel genig. Kijk, als we die nou hier neerzetten. Volgens mij maakt het nu heel veel uit, hè. Kijk, als we die hier neerzetten. De meloenen factory. De plant factory. Plant factory. Watermeloenen hebben we. Salade factory. Ja, hebben we meloenen, salade en planten. Ik heb er nog veel meer hoor, maar goed. Dan hebben we dus die. Dan hebben we dat allemaal. Volgens mij hebben we niet genoeg mest. Mest, 19.000. Oh, alhoewel. Nou, dan doen we dat wel. Dan gaan we even met die kassen bezig. Dan moeten we die eraf halen.
Moeten we de bak hebben, de triller erachter, dan vullen we die wel met mest. En dan gaan we dit ding bijvullen. Hup, bak meer. Trilletje meer. Op naar de koeien en vullen die hap. We hebben genoeg mest, dus dat is goed. Dan wordt de 5-serie ook direct gebruikt. Zo, nou dan kunnen we dit in ieder geval leren. Wacht, eigenlijk moeten we eerst de koeien doen, want die zit natuurlijk helemaal vol met mest. Moet je kijken, joh. Dus dat gaan we wel eerst even doen. Dan hebben we die in ieder geval ook geleerd. Een paar keer een rondje rijden. Moet je kijken hoeveel mest hier ligt. Oh. Dus we worden een paar keer in en weer rijden, denk ik. Dus we kunnen er even een timelapse van maken. Is misschien wel geinig. En dan gaan we de kassen eens eventjes vullen. Dus ja, ik zou zeggen... GS Toggle. Het geldt voor zo'n video. Gaan we bezig. Met het best. Let's go. We hebben de triller vol met mest. En dan gaan we eens even kiepen. Ik denk dat er ook veel te veel mest is hoor, maar dat maakt niet uit. Of misschien wel te weinig, dat kan natuurlijk ook. We hebben natuurlijk nog zat mest bij de koeien liggen. Dus het is zometeen alleen even een kwestie van... hoe heet dat? Het mest erin dumpen. En water geven. En dan krijgen wij, als het goed is... Krijgen wij dan de... beschikbare producten. Ik hoop dat de dirty thing op kan. Maar dat is best zwaar. Doe maar dirtje. Je kunt het. Klein stukje nog. Jouwe. Top. Laat ik eerst even anders de bak legen. Maar volgens mij gaat die 10.000 per keer in, maar dat weet ik niet zeker. Dan gooi je eerst deze leeg. Zo, dan hebben we die in ieder geval mest. Oh, ik kan hier ook wel mest kiepen, ja. Ik weet niet hoeveel erin gaat, echt niet. 10.000 liter volgens mij, of 15.000 liter. Ja, dat is best veel wat erin gaat. Ja. Maar ja, anders moeten we hier de volgende keer maar mee verder gaan. Het mest doen, het water doen en dan kan dat in ieder geval allemaal bezig gaan. Want ze hebben namelijk ook nog water nodig. Ik denk dat we dat gaan doen. En dan gaan we de volgende keer gaan we hiermee verder. Dan maken we het project af, zeg maar. Want we hebben nu wel een mooi projectje. 3 kassen. Meloenen. Wat is dit? Planten. Dat was het. En dit waren volgens mij... salade. Dus dat gaat helemaal goed komen. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je dit een leuke video hebben gevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ik zet het geld zo ook even terug. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer bij een gloednieuwe video. Kalm!